Okay, people, let's go to work. Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij aflevering 9 uit mijn hoofd, of 8? 9, 8, 8, aflevering 8, 6, 7, 8, 9, is 9. En aflevering 9, ik heb stiekem een beetje doorgewerkt. Excuus, ik heb een beetje doorgewerkt en ik laat zien wat ik heb gebouwd. Ik heb hier van die kleine tunneltjes bijgemaakt, zoals je dat je echte, hè, dat is, vind ik wel leuk. En ik heb, hier heb ik een klein stukje scène gemaakt. En dat is een soort van rimboescennetje. Dan kom je langs met je autootje vanuit een gebouwtje. Dat gebouwtje gaan we nog met elkaar maken. Hier komt nog een gebouwtje. Hier komt wat natuuromgeving en ik weet nog helemaal niet wat. Dus ik ga random klikken. Ik heb hier wat stenen toegevoegd. Dus dat maakt het wel heel vet. Dan kom je zo aan hier en denk je van, wauw, rotsen, mama. Dus dat is wel vet. Het is ook vandaag de aflevering dat ik het gaat openen. Dus ik ga het park openen. En dan ben ik benieuwd wat de bezoekers gaan doen. Want misschien gaan ze wel helemaal niks doen. En ik ga dit afsluiten, want dat mag nog helemaal niet open, dat gebied. Dit is gewoon nog een gebied wat we nog niet gaan openen. Dus ik zal dat weer met een klein heggetje gaan volmaken. Klein heg, klein heg, klein heg. En Jan die heeft een heg. Maar hij zit daar aan te zuigen. Nu wordt de heg nat. Oh wauw, wat een prachtig nummer. Ik denk dat nummer zo op nummer 1 kan staan. Als Jan Smit hem zingt. Anders gewoon niet. Nee, als Jan Smit hem niet zingt, dan kan het gewoon niet op nummer 1. Even kijken. Zitten we. Klein heg, jongens. Kom op, een klein heg. Je kan ook gewoon dit doen, Vincent. Ik weet het. Maar waarom doe je dat dan? Je weet ik niet. Klein heg, klein heg, klein heg. Zwemmerlot. Zo. Duimelot, jongens. Duimelot is een meisje en die heeft een hobby gecreëerd en dat is het zuigen aan haar duim. En niemand weet dat zij eigenlijk Repelsteeltje heet. Dat is eigenlijk een stiekem heeft ze dat gedaan, hoor. Onder een valse naam is ze daar geëindigd als dat zuur. Ik ga niet vragen waar het over ging net. We gaan daar bomen plaatsen. Hier boompjes. En dan praat ik over de echte mooie grote bomen. Nee, we praten gewoon over een makkelijke, simpele grote den. Is wel iets te groot voor daar. Nee, echt, die is asociaal groot. Waarom zou je een grote den keihard daar neer willen zetten? Ik praat gewoon over de hulst. En het mooie van dit spel is dat je eigenlijk... Kijk, je kan gewoon een paar naast elkaar zetten zo. Dat is allemaal geen punt. Dat maakt allemaal helemaal geen reet uit. Maar als je twee bomen naast elkaar plaatst, dan kan je zo zien. De ene is... kleiner dan de andere. En dat is gewoon gevarieerd. Hun hebben gewoon gezegd van nou. Hè? Vandaar. We gaan hier een gat maken. Want ik vind dat hier een klein waterriviertje moet komen. En dan praat ik over een heel klein. Klein water. En misschien hier wel een klein bruggetje. En dat gaat dan door naar hier. Om het hier een beetje op te vullen. Zo. Die bomen halen we dadelijk al weg. Wees niet bang van. Oh shit. En die bomen dan? Heb je dan ook geen gevoelens voor de bomen, Vincent? Natuurlijk heb ik gevoelens voor de bomen. Kijk, en nou zie je gelijk die prachtige, prachtige graphics naar boven komen van Rollercoaster Tycoon. Ik vind het prachtig om die weerspiegeling te zien in deze game. Het voegt... Oh, niet te hoog. Wacht even. Zo. Is dit de goeie? Dit was de goeie. Oké, niet meer aanzitten. Het voegt zoveel bijzonderheid toe. Die bomen, prachtig. En Gio zit stiekem in dit kanaal te af te luisteren welk spel ik aan het doen ben. Ik ben eventjes Rollercoaster Tycoon 3 aan het doen. En Gio heeft ook Rollercoaster Tycoon, volgens mij. Toch, Gio? Dat klopt. Ja, en wat vind jij van Rollercoaster eigenlijk? Ik vind Rollercoaster heel tof. Waarom? Puur omdat je de vrijheid hebt om je eigen park te ontwerpen. En ook nog vanuit Rollercoaster de vrijheid hebt om... eigen objecten te downloaden en te maken en die dan in je game te importeren. Ja, want als dat er niet was, dan was je echt gebonden aan een aantal... Ja, ik moet niet zeggen verschrikkelijke objecten, maar bijvoorbeeld het door elkaar heen bouwen. Je mist gewoon heel veel dingen, hè? Je hebt al gewoon allemaal van die standaard dingen die iedereen heeft. Het kan niet uniek zijn dan. Nee, klopt. En als je mensen hebt zoals Joey, die maken dan bijvoorbeeld objecten voor zichzelf. Ook wel heel mooi is, hoor. Ja, klopt. Nou, en ik ben nou, jij kan het nog niet zien, Gio, maar dat ga je later waarschijnlijk zien in de video. Ik ben nou een paar van die stenen aan het neerleggen langs de kant van het water. Met die prachtige weerspiegeling, het ziet er zo mooi uit. En jij bent nou een andere game aan het doen waarschijnlijk? Dat is zwaar. Een hele leuke game. Een leuke game. Dat is waarschijnlijk Borderlands of iets? Ja, dat is Borderlands. Yay!
Yay! En Borderlands, jongens, voor de mensen die niet weten, je hebt natuurlijk op mijn kanaal dat gespeeld. We gaan het ook binnenkort wel met Gio een keer spelen natuurlijk. Dat is Oeh. een science fiction, first person, RPG shooter, hoe je het dan even een beetje netjes moet zeggen. Dus zeker Een wordt dat gaaf. mondvol, maar het is een hele toffe game. Een hele mond vol. Ja, inderdaad. Ben al level 7,5. 7,5? Ja. Zo, dat gaat Ik ben lekker door snel. aan het levelen. Ik weet nog goed, jongeman. Ik werd level 2 en ik stopte ermee. Nee. Oh, oké. Nee, was geen. Ik loog tegen je. Sorry. Oh. Sorry, het spijt me. Ik zeg gelijk Ah, sorry, ja, hè. zeg. Dan Ja, maakt het nee, niet oké. uit. Okay. En dan is het wel. Dan is het wel goed. Ik vergeef het je. Wat er wel nu opvalt, ik heb bomen geplaatst. En de downloadable, of de gedownloade bomen, die bewegen gewoon helemaal niet. Oh. En die anderen, die zijn zeg maar, die dansen in de wind, zeg maar. Maar Die anderen die staan nee, gewoon stil. die staan gewoon keihard stil. Nou ja, mij maakt niet uit. Hoort maar geen fuck, maar ja. Zijn maar bomen. Het zijn maar bomen in ieder geval. Hey, weer een achievement. Wat heb je gehaald? 20 gamer points. A road less traveled. O jee. Als ik jou vraag, als jij je zit in een rit in een karretje, je weet zo'n oldschool treinkarretje, weet je wel? Ja. Of zo'n autootje die je net als in Six Flags, die kan je besturen. Wat zou jij dan heel graag onderweg willen tegenkomen? Oei. Ja, Dat is een lastige. dat is een hele lastige. Ja. Wat ik dan zou willen tegenkomen. Ja, ik denk toch wel een mooie natuuromgeving. Ja, check. Check, heb je dat al? Ja, heb ik, ja. Oh, ja, ik weet het niet. Het is moeilijk om te zeggen. Ah, het is jouw dag. Mijn dag. Het is jouw dag. Vandaag wel. Vandaag wel. Morgen niet meer. Oh. Nou, dat valt me dan weer een beetje tegen. Sorry. Nee, maar natuur heb je dan al. Dat heb je dan al. Check. En de rest, ja. Ik zou het niet weten. Een mooie, wat dacht je van een mooie, hoe noem je zo'n ding? Zo'n mooie bruggetje waar je overheen gaat. Heb je daar wat Want voor? dat is ook wel. Dat is wel Dat is mooi, ook hè? wel. Ja. Daar ben ik altijd wel heel erg van. Ik ben, wat Gio zegt, dat is heel vet, want ik ben ook altijd heel erg van de natuuromgeving. Dat vind ik prachtig. Ja, dat vind ik echt schitterend. Gewoon mooie omgeving, dat hoort gewoon in zo'n park. Want als ik zelf ook in een park loop, dan is dat toch wel iets wat heel erg opvalt. Gewoon een mooie natuuromgeving. Vind je niet? Precies. En dat is gewoon het mooie. Dan kan je lekker rustig bijvoorbeeld in zo'n attractie zitten en dan kan je lekker naar die omgeving kijken. Prachtig. En de eenden Prachtig. rollen. Want je had in Oeh. rollercoaster toch een spuitfontein of zo? Ik weet Volgens niet mij of. wel. Ja. Ik weet niet waar dat zit. Ik weet dat ook niet precies. Ik weet dat je downloadable content kan. Zat dat niet in een van die uitbreidingspakketten? Want je had soaked. Dat is alles met water. Ja, klopt. Oh jee, mijn rollercoaster loopt vast. Oh nee. Nee! Shit! Nee. Ik deed billboard terwijl ik een lade, een foto vanaf mijn bureaublad. Jullie zagen het, mensen. Oh, nou heb je kans dat ik het helemaal opnieuw moet doen. Het stukje wat ik net heb gedaan. Oh, scheisse. Dat is zeer. Scheiße. Dat is not schön. Das ist nicht so Dat gut. is niet zo goed. Oh shit. En hij staat ook helemaal niet op, jongens. Ik denk dat mijn rollercoaster helemaal zoiets heeft van. Oh, Vincent! Wat heb je Oh. met me gedaan? Hij staat hier op, mensen. Oh, hij Oh, dat doet is het weer. stom, zeg. En ja, zo, ja dit gebeurt vaker hoor. Ik vind. Rollercoaster is geen stabiel programma. Geen stabiele game. Rollercoaster is echt. Je moet je eigenlijk houden aan de standaard eisen van het spel. Want als je downloadt en gaat rommelen in mappen, dan komt het niet goed met deze game. Ik had ook hele leuke Fata Morgana. Bootjes gedownload. Dus echt dat je echt een Fata Morgana bootje hebt. En dan wou ik een leuke dark ride maken van zo'n bootje. Maar dat moet ik weer opnieuw gaan installeren. Want hij deed weer helemaal vastslaan. Oh, lekker. Ja, dat is stom. Ja, dat heb ik niet in de opnames laten zien. Maar dat gebeurt heel vaak. Dan ga ik even testen van tevoren.
En dan gaat het helemaal mis. Oh ja. Je wil niet weten hoeveel tijd ik spendeer aan het testen van die games. Vreselijk. Leuk. Ja? Zo nou, vreselijk? Jongens, ja, nou, ik heb net wel leuke dingen neergezet. Dat moet ik nou allemaal opnieuw gaan doen weer. Sunlight! Sunlight destroys me! No! No! Zo. Klinkt lekker. Ja, jong. Heerlijk, gaat goed met me. Oké. Dan is het goed. En het nadeel, die laadtijden. Ik heb wel eens, bij Roby had de Sims 3 ging ze opstarten. Nou, je kon in die tussentijd 3 ladingen dumpen op de wc. Dat was echt bizar, joh. Echt bizar. Oké, we zitten weer in game. En WASD werkt gewoon niet meer nu. Fijn. Handig. Dit is echt heel vreselijk nu. Moet ik met de pijltjes toetsen? Dat werkt zelfs ook niet. Oh, kom op jongens, werkt WASD niet meer? Oké, mijn toetsenbord heeft het opgegeven of zo. Handig. Oké, dat is echt heel vervelend. Dat snap ik. Dat is echt... Wauw, thank you very much. Thank you very much. Oké, dan gaan we dit eerst even invullen, dit gebouwtje. En dat doen we met kleine objecten, dus dan selecteer ik dat. Een dolle klok, dat vind ik wel leuk. Ik vind een dolle klok hoort bij zo'n... Ja, kijk, zo'n fantasie... We gaan ook later in de attractie, hoor. Dus dat jullie niet denken van... Oh, Vincent, ik wil het zien wat er gebeurt en... Oh. Oh. Een cornis. Oh, dit zijn allemaal Disney een door. Oh, grappig. Dit zijn allemaal Disney dingetjes. Een muur. Wat leuk. Nou, we houden het even bij de standaard golfvlagje. Oh, daar kan ik er natuurlijk ook gewoon in doen. Van die karamelsnoepjes. Oeh. Ja, dat is lekker, joh. Lekker karamel. Oh, ik moet al dat water weer opnieuw. Nee, dat was zo'n mooi stukje. Dit was een mooi stukje. En dat moet nu weer opnieuw. Ja, kloten zo. Ah. Alles naar de kloten. Leuk, hè? Een game die vastloopt. Echt, jongen. Je wilt het niet hebben. Je wilt het echt niet hebben. Hadden we zulke gaaf ideeën met het hele publiek die nu kijkt. Die nu zich afvraagt van Vincent, waarom sla je niet om de minuut op? Dat is een nog beter idee. Ja. Echt irritant dit, hoor. Nou, goed. We hebben nou een wat andere. We hebben nou een andere. We hebben nou... Zo. Het is een wat andere riviertje dan gepland. Hij kan nog iets hoger, denk ik. Zo. Ja, dit is hem. En dan maken we weer van die mooie rotsen. Die rotsen blijven een prachtig object. Ik heb zeg maar object gedownload. En dat zijn van die grote... Dat is een stenen set. Oh, wat is dit dan? Oh, dat is een andere stenen weer. Oh, dat is de andere stenen set. Oké. Ik weet ook niet waar die stenen staan of zo. Ja, dus die ene rock set. En dan heb je nog eentje. Dat is niet die. Oh, wat een leuk huisje. Oh, dat is een leuk huisje. Sowieso ga ik die plaatsen. En dan ga ik er wat inzetten dadelijk. Oh, wat leuk. Oh. Dat is een leuk steen. Dat is echt een leuk huisje. Jammer dat die kleur van het dak niet overeenkomt met de kleur van de attractie. Rood namelijk. Maar het zou op zich kunnen. Doe me ook denken een beetje aan Hagrid's hutje. Weet je wel? Ja. Zoiets moet je een klein hout. Ja. Oh ja. Cute, dat was wel tof. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk op zich. Als je niet zo bekijkt. You? Ja, wat is dan het vervolgplan? Nou ja, kijk, dan heb je dat haasje zie je neergezet. Jo. En dan denk je bij jezelf van, ik ben eigenlijk best wel trots. Jo. Dat je zo'n creatie hebt neergeplaatst. Ja. En dan moet je eigenlijk toch wel een beetje opmaken, hè? Dat het een beetje mooi... Eigenlijk, ja, dat is altijd nadeel. Je moet altijd een beetje mooi maken. En dat kost gewoon tijd. En nu ook, ik ben gewoon op zoek naar zo'n fucked up... object. Oh. Ja. Nou, dan moet je goed zoeken. Ja, maar het ik ben alleen... Gewoon deze game video bestaat uit vastlopen en scrollen van objecten. Maar volgens mij staat hij hierin. Ja. Ik heb zo... Nice. Precies wat je in een
rollercoaster video wil zien. Vastlopen en scrollen. Echt, hè? Excuus, mensen. Kan de Gio's hoofd, dames en heren? Nou. Nou wordt hij mooi, hoor. Wolzing. Nou? Joh, die Feyenoord zijn een stelletje bakkies boter. Bakkies boter, joh. Ik kan ook helemaal niet mijn shift gebruiken. Toetsenbord, ga reageren. Wacht, even niet schrikken, mensen. Hoi! Hoi! Nee, doe even normaal, joh. Het doet helemaal niks meer. Dat is even jammer. Helemaal op je achterhoofd gevallen. Nee, mijn toetsenbord doet het helemaal niet meer in game. Dat is vreemd. Oh, nu wel. Het toetsenbord mag je niet. Jee. Oh. Dat is raar. Oké. Okay. Raarste wat ik ooit weer heb gezien weer in de game. Nou, en hier hadden we inderdaad die soort van... wat hadden we geplaatst? We hadden een paar van die... Builder Rocks. Zo, je hebt hoge, joh. Moet je kijken. Oh, jee, wat een grote. Oh ja, die hadden we daar neergeplaatst. Die grote. Beetje afscherming voor... Kijk, die boompjes weghalen, zo. Anders steken ze eruit. Dat ziet er op zich niet zo heel netjes uit. Zo, staat er nog een boom in, ja. Zo. Kijk, die andere bomen maken niet zoveel uit. Kijk hoor, die rots gaat hier verder. Kijk, kom je wat gras toevoegen zo. Het ziet wel aardig uit door dit. Dat vind ik fantastisch. Ik vind het heerlijk waar we het net al over hadden, over die omgevingen. Super is dat. Vooral als je die... Kijk, dit is al van tevoren gemaakt. Dat is een soort voorbeeldje. Huisplantjes, die gaan we ook plaatsen in die hier binnenin zo. Huis, tuin en keukenplanten. Prachtig. En hier nog een paar andere plantjes. Die plaatsen we gewoon hier. Zo. Hoppakee. Gewoon erbij plakken. Ja, het is gewoon... Rollercoaster is gewoon klik, 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 klik eigenlijk. Ja. That's it. Je doet niks anders dan klikken. En een beetje objectjes selecteren en plaatsen. That's it. Dingetjes uitzoeken. Ja. Wat is mooi, wat is niet mooi. Nou, heel vaak heb je objecten die er gewoon echt niet uitzien. Of er niet bij passen natuurlijk. Dat kan ook. Dan krijg je nu een paar boompjes erbij zo. Nou, dit ziet wel aardig uit. Dit zou ik wel aanraden. Een leuke attractie dit. Vooral dit stukje hadden we natuurlijk eerst een huisje gemaakt. Dat gaan we gewoon nu veranderen. We gaan nu wat anders neerzetten. Even kijken hoor. En even hier zo kijken. We gaan eerst opslaan. Want ik heb geen zin om dat weer allemaal te doen. En het opslaan duurt echt maar een paar klikjes. Nou, dan maken we iets langere video van. Klaar. Ik vind het wel eerlijk tegenover de kijkers om een wat langere video nu te maken. Toch? Precies, hebben ze weer wat langer om te kijken. Als ze het leuk vinden natuurlijk. Koop als het leuk is. Zal toch wel. Ik hoop het. Doe mijn best. Oh, zo'n snoep. Zo'n snoepboom met harde snoep. Dat is wel leuk, oh. Zo. Ja. Volgens mij hoort hij thuis in de fabriek van Willy Wonka. Snoepboom. Eigenlijk wel, ja. Ja, ik plaats gewoon random wat snoep langs de kant van waar je langs gaat met je auto. Want je gaat natuurlijk die auto besturen en zo. En dadelijk gaan wij... Oké, nou ja, in de volgende video wil ik hem dan openen. Het hele pretpark. Dat mensen echt kunnen kijken van... Oh, wauw. Hallo. Zo, drijvend vat. En dan komen er daar nog een paar drijvende vaten. Zo. En misschien kan ik wel iets heel vets in het water plaatsen. En als ik jou vraag, wat hoort er nou in zo'n... In zo'n ding thuis. In zo'n ding? In zo'n rivier. Diertjes. Ik heb een octopus. Ja, perfect. Gewoon, hoppakee, YOLO. En een octopus die een schip aanvalt. Is dat... Dat is wel nice, toch? Een beetje een piraten idee bij. Inderdaad, oh, dat is ook wel leuk, ja. Kijk hoor. Als een pirates met de grote... Oh, dat is wel een goed idee. Ding dat het schip aanvalt. Ik ga een paar piraten neerzetten. Dat is een goed idee voor jou, Gio. Ik heb af en toe wel goede ideeën. Af en toe wel. Af en toe. Het is heel geconcentreerd verder met Borderlands. Ja, ben je nog Borderlands, hè? Ja, ik ben mijn level 8. Stout het. Oké, dit ziet er wel aardig uit. Tik voorzichtig. Gaat goed. Dan pakken wij die piratenzetting.
is deze. En daar maken wij een gebouwtje van voor van de piraten. Het is een piratengebouwtje. Zo. Dan maken wij hier gewoon een blokhutje van. En dat blokhutje dat grenst dan aan. Aan dit wat ik hier maak. Zo. Jullie gaan het zo zien. Wat ik bedoel. Die is nu nog wel allemaal uitleg, maar straks is het werkelijkheid. Dan komt de aap uit de mouw. Dan komt de aap uit de mouw. Kijk hoor, wat gebruiken we nu nog? Een dak komt er zo op, dus we moeten eerst natuurlijk de muren gaan doen. Die helemaal onder staan volgens mij de grotere muren. Even kijken, ja, volledige grote muur. Zo. Daar en daar, dat alles bedekt zit. Zo. Extra dit erop doen zo. Oké, nu dit is het gebouwtje. En die maken we twee breed, of twee hoog, zeg maar. Zo, dan gaan we helemaal rond zo. Weinig details, maar dat kunnen we altijd aan de buitenkant doen. Zo. Let op. En dan maken we een dak op dit gebouw. Dat krijgt dan een piratendakje, maar dat is meestal zoiets, wat je hier ziet. Zo. En dat loopt dan door. Even een trappetje opdoen. Dat kunnen we het beste zo doen. Misschien. Nee, dat ziet er niet uit. Zoiets. Help. Zo. Daarheen. En daarheen. Zo. En dan gebruiken wij. Waar is dat stukje nou? Gio, je hebt het verstopt. Ja, sorry. Ik denk, ik verstop het even. Dan kan jij er lekker naar gaan zoeken. Thanks. I appreciate that. Soms ben ik wel aardig. I appreciate that very much. Thank you very much. Mugje. Zo, kijk, daar komt er ook realistisch over. Het raam zou ik even weghalen daar nog. Dan zou ik toch even een beetje zeikerig zou ik daar gewoon een muur plaatsen zo. Ik vind het leuk eruit zien. Ja, dat ziet er wel aardig uit. En dan maken we daarop boven, maken we ook een bovenkantje. Maar we moeten dit eerst in gaan richten. Voordat we dat natuurlijk verder doen. Gewoon een vierkante kamer van, huppakee. Oké. En daar moeten we natuurlijk piraatobjecten in doen. Dus dat heb ik nu al geselecteerd. Dan doen we een grote paar van die dingetjes zo. Piraatjes erbinnen. Een paar van die skulls. Kun je nog een buikdanseres bij doen. Beetje saai dit hoor jongens. Beetje magertjes is dit. En een paar goud natuurlijk. Goud moet er liggen binnenin. Kijk, dat is nadeel jongens wat ik bedoel met als je niet bij objecten kan bouwen. Dat is binnenin gebouwd, dus ik kan dat niet plaatsen. Echt heel vervelend. Kistje wel in ieder geval. Hier nog een kistje zo. En buiten staat nog een kistje. Er staat nog een kistje met goud of zo. Dat bewaken hun. En de bomen moeten eigenlijk. Dit zijn piratenbomen. Die zou ik niet zeggen. Maar dit is een beetje dat piratensettingstijl. Die zou dan een beetje. Dat landschap moeten. Ja, verdekken. Oké. Okay. Rennen we gewoon heel veel dingen plaatsen. Ziet er wel aardig uit, Jim. Ja, ziet het er goed uit. Het begint al, het is een leuke attractie. Denk ik. En een paar van die palmbomen zetten we hierbij. Het is een best wel drukke attractie met de verschillende soorten thema's waar je langskomt. Op zich wel, ziet het wel aardig uit. Ik vind het wel, het heeft wel iets. Nou mensen, dan gaan we hier de aflevering afsluiten. En dan in deel 9 gaan we deze cars verder bouwen in ieder geval. We gaan het park openen en kijken wat de bezoekers gaan doen. En dan gaan we sowieso deze attractie openen. Dat mensen alvast naar deze onafgemaakte attractie kunnen kijken. Bedankt voor het meedoen, Gio. En tot de volgende keer in de volgende video van Rollercoaster Koen. Namelijk aflevering 9 alweer. Het gaat snel, hè? Heel snel. Het gaat zo snel. Super snel. Doei, doei. 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 Doei, doei. Doei! Wacht. Zeg je heel nichterig. Doei. Oh, dankjewel. Ah, nee, was het niet slecht.